hele verschillende onderwerpen. In ieder geval voor mij als buitenstaander. Het is niet rendabel. Dat zegt dan zeg maar de economische cijfertjes achter alternatieve energie zeggen dat het niet rendabel is. Maar het is niet rendabel omdat we een economie hebben gecreëerd waarbij andere dingen, zoals fossiele brandstof, meer winst oplevert. En dus het geeft heel erg het gevoel dat het niet ver van je bedshow is, maar dat we het kunnen doen. Ja. En iedereen kan een bijdrage leveren. Dat is het bejag en het wat ons vasthoudt, de economie die ons vasthoudt, om dat te blijven volgen. In plaats van dat we de mindset creëren van we moeten minder hebben. Waardoor we dus andere dingen, alternatieve dingen kansen geven. Ik denk dat we nog een hele revolutie te gaan hebben op het gebied van materialen. En ik denk dat we op dit moment ontzettend verbaasd zouden staan als we wisten wat er allemaal in laboratoria al wordt geëxperimenteerd. Ik doe er wel veel aan, vind ik. En wat, bijvoorbeeld? Ik deel mijn auto, ik deel mijn wasmachine. Ik deel alles wat ik heb. Maar dat ik wel heel erg schrok van het gegeven dat die hele verduurzaming in die wijk, dat maar met 3% per jaar gaat. Als iemand een boormachine moet hebben, dan kan dat allemaal wat er vanavond ook gezegd werd. Kun je het eventjes bij je peer-by doen. En dan kan iedereen het komen halen. Ja, andere ervaringen? Nee, ik heb er geen ervaring mee. Maar in mijn beleving denk ik van, nou dat moet toch sneller kunnen. Want als het met 3% per jaar gaat, dan gaan we de wedstrijd niet winnen. Zelfvoorzienend wat de groente betreft? Ja, dat weet ik zeker weten. En ik hoop ook een stukje de buurt mee te voorzien. En ik ga ook een composthoop neerzetten voor waar de buren ook hun groenteafval, daar geef ik dan een instructie van wat wel en niet mag. Het systeem van het gescheiden afval ophalen en dat dan weer zoveel mogelijk terugbrengen naar grondstoffen. Ik bedoel, daar lopen wij best ver in zeg maar, als gemeente. We hebben één wijngaard hier in de buurt die af en toe wat wijn levert. Dus dat is erg duurzaam. Produceert ook nog biologisch. Ook op het gebied van voedsel, daar kunnen we nog wel stap in zetten.